Voorzitter, dank u wel. Het zijn vandaag bijzondere algemene beschouwingen, dat blijkt wel tot nu toe. Meestal staan we hier als coalitiepartij het beleid van het kabinet te ondersteunen en heeft de oppositie daar kritiek op. Maar vandaag voeren we het debat met een demissionair kabinet. En voor zover ik heb kunnen nagaan, is dat voor het eerst in onze parlementaire geschiedenis. En dat doen we terwijl dit kabinet inmiddels driedubbel demissionair is. In januari trad het volledige kabinet af naar aanleiding van de toeslagenaffaire. En de documentaire Alleen tegen de staat laat pijnlijk treffend zien hoe de overheid de ouders totaal heeft geïsoleerd, geruïneerd en vernederd en zonder enige uitweg heeft achtergelaten. Het vertrouwen van mensen in hun eigen overheid en daarmee ook in ons als politiek is daardoor bijna onherstelbaar beschadigd. Vervolgens zijn er in maart verkiezingen geweest met ingrijpende consequenties voor het politieke landschap. En vorige week heeft de meerderheid van deze Kamer het handelen van het volledige kabinet als onverantwoord beoordeeld en afgekeurd. Van zo'n driedubbel demissionair kabinet kunnen we niet verwachten dat het met allerlei nieuwe plannen en nieuwe voorstellen komt. En dat zou deze Kamer terecht ook niet accepteren. De democratische legitimatie van dit kabinet is immers zeer beperkt. En ik heb daarom begrip voor de relatief beleidsarme begroting. Liever zou ik, en ik denk velen met mij, hier vandaag wel tegen een nieuw en fris kabinet hebben aangekeken dat werk had kunnen maken van de grote opgaven van deze tijd, ook al in 2022. Mijn fractie wil een constructieve bijdrage leveren, in welke rol dan ook. Er is D66 veel aan gelegen om van 2022 geen verloren jaar te maken. De plannen die dit kabinet gisteren heeft gepresenteerd kunnen nog worden gewijzigd. Door een nieuw kabinet of, als dat niet op tijd lukt, door deze Kamer. En daarom waardeer ik ook de handreiking die collega Hermans van de VVD heeft gedaan naar de constructieve partijen in het midden om te kijken of we samen tot aanpassingen in deze begroting kunnen komen. En hopelijk leidt dat, voorzitter, tot een akkoord over de begroting 2022. En wie weet smaakt het naar meer. Een stabiele en brede coalitie van partijen die samen bereid is zakelijke afspraken te maken om het land daadkrachtig te regeren. Nou, voorzitter, dan kom ik bij mijn eerste inhoudelijke thema en dat is het onderwijs. Want er ligt een grote agenda te wachten op het volgende kabinet. Als eerste denk ik aan die groeiende ongelijkheid in kansen tussen mensen. Want ongelijke kansen zijn gemiste kansen. Gemiste kansen voor ieder kind dat wel talenten heeft, maar niet de mogelijkheid om die talenten te ontplooien. En gemiste kansen voor onze samenleving, want als mensen niet de kans krijgen om het beste uit zichzelf te halen, leidt dat tot individuele kansenongelijkheid en vooral ook collectieve verarming. Een goed onderwijs is de belangrijkste motor voor die gelijke kansen, maar die motor hapert. In de miljoenennota staat een confronterend plaatje dat laat zien dat Nederlandse scholieren slechter lezen en rekenen dan 15 jaar geleden. En leraren doen hun deel, met overtuiging en met vakmanschap iedere dag opnieuw. Maar de politiek stelt leraren onvoldoende in staat om te doen waar zij goed in zijn. Namelijk ieder kind de aandacht geven dat het verdient. Terwijl wij voor onze welvaart nu en in de toekomst afhankelijk zijn van goed opgeleide mensen. En forse investeringen in onderwijs, onderzoek en wetenschap zijn daarom noodzakelijk. De investeringen zouden wat D66 betreft met name gericht moeten zijn op geduld met kinderen, met gratis kinderopvang en een brede brugklas, waardering voor leraren met een hoger salaris en het zo snel mogelijk oplossen van het lerarentekort. Dat lerarentekort dat vooral speelt op de plekken waar goede leraren het hardst nodig zijn. En een betere beloning is daarvoor essentieel. Maar ook dat leraren niet te pas en te onpas formulieren hoeven in te vullen om te verantwoorden wat ze doen. Het broodnodige extra geld moet terechtkomen op de plek waar het hoort en dat is in de klas. Buiten de klas moet er extra tijd zijn voor huiswerk, sport en cultuur. Het rendementsdenken en het hoger onderwijs moeten we achter ons laten, zodat studenten in alle vrijheid weer kunnen doen wat ze willen, studeren. In het document op hoofdlijnen dat VVD en D66 deze zomer samen hebben geschreven, hebben we de tegenstellingen tussen onze partijen overbrugd en deze grote ambities voor het onderwijs en de wetenschap gemarkeerd. Een volgend kabinet moet daarmee aan de slag. Liever vandaag dan morgen. Ik had het net over onderwijs, maar waar de kansenongelijkheid op dit moment ook zeer nijpend is, en daar hebben we het al uitvoerig over gehad, is in de zoektocht naar een betaalbaar huis. De huizenprijzen en huurprijzen blijven extreem hard stijgen.
En dat is kassa voor huiseigenaren en huisjesmelkers, maar een drama voor mensen en vooral jonge mensen en starters die een woning zoeken of er een willen huren. Meer huizen bouwen is noodzakelijk, in hoog tempo. En dat het kabinet daarvoor komend jaar extra geld uittrekt, is het dan ook niet meer dan terecht. Maar meer bouwen is niet het enige dat er moet gebeuren. We zullen nieuwe buurten en wijken moeten ontsluiten met aanleg van stations en openbaar vervoer. We zullen moeten kijken naar alles wat met belastingen te maken heeft. De verhuurderheffing, de hypotheekrenteaftrek, de belastingvrije jubelton voor vermogende ouders, de onroerend zaakbelasting. En we zullen de ongelijkwaardige macht van huisjesmelkers moeten breken, bijvoorbeeld door de inkomenseisen voor huurders te maximeren. De OESO, het IMF, het CPB en de Nederlandse Bank, alle experts bepleiten een combinatie van dit soort ingrijpende aanpassingen om de belofte van een goede en betaalbare woning voor iedereen in te kunnen lossen. En alleen politieke partijen met 3 letters in de naam zijn nog tegen. Maar ook hun verzet is onhoudbaar. Want als mensen niet betaalbaar kunnen wonen, moeten in Den Haag de heilige huisjes omver. Voorzitter, het is vandaag vanwege dat driedubbel demissionaire kabinet bijna onmogelijk om vorm te geven aan algemene beschouwingen. Maar er bestaat ook in deze situatie een noodzaak voor specifieke beschouwingen. En die moeten wat mij betreft gaan over de klimaat- en natuurcrisis. Want debatten over de houdbaarheid van de staatsschuld hebben geen zin zonder het inlossen van onze klimaatschuld. Wie de wetenschap niet wil geloven, kon deze zomer met eigen ogen zien. 700 Valkenburgse gezinnen zijn ontheemd. De schade voor de stad wordt geschat op 400 miljoen. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de rest van Zuid-Limburg. In Duitsland werden 190 doden geteld en liep de schade op tot 30 miljard. Van Frankrijk tot Griekenland werd de natuur in de fik gezet door allesverzengende hitte. Op het door droogte geteisterde Madagaskar worden meer dan 1 miljoen mensen door honger bedreigd. En in de Caribbean, ook het Nederlandse deel, nemen orkanen steeds meer impact op de samenleving. Nederland heeft nu een bijzondere verantwoordelijkheid om de leiding te nemen en het tij te keren. En ik zeg ook tegen de heer Wilders, misschien niet per se vanwege onze omvang. Maar voor iedere Nederlander in de wereld zijn er 453 niet-Nederlanders. Maar wel vanwege onze milieuafdruk. Want een Nederlander stoot 3 keer zoveel uit als de gemiddelde wereldburger. Wel vanwege onze welvaart, onze kennis en het gevaar van onze lage ligging. En de vraag is niet of we het kunnen, de vraag is of we het willen. De Europese Unie is wat dit betreft hard op weg zijn meerwaarde te bewijzen. De slagkracht van bijna 500 miljard Europeanen wordt in sneltreinvaart vervat in regels, belastingen en subsidies. En het is ook hoopgevend dat de minister-president zelfs binnen onze Unie Olympisch kampioen klimaatactie wil worden. Diezelfde Olympische ambitie volgt hopelijk ook nog bij het thema biodiversiteit. Maar tegen de premier zeg ik ook, Olympisch kampioen word je niet liggend op de bank voor de buis. Daarvoor moet je vroeg opstaan en aan het werk. En voor je überhaupt aan de Spelen mag meedoen, moet je je kwalificeren met topprestaties op nationale kampioenschappen. Want het is allemaal niet vrijblijvend. Het is een plicht. Dat zien we ook in eigen land, waar mensen opkomen voor hun belangen en hun recht halen. De vervuilende daad van de een leidt tot aantoonbare schade van de ander. En gelukkig hebben wij een rechtsstaat waar je als burger niet zomaar de schade die je van een ander ondervindt hoeft te accepteren. Het slepende stikstofdossier en de Urgenda-opdracht zijn belangrijke voorbeelden. En het kabinet is nu stapje voor stapje aan de slag gegaan, maar die benadering is onvoldoende. Miljarden investeringen in Rotterdam worden misgelopen vanwege een nog altijd te hoge stikstofuitstoot. De natuur is in gevaar en daardoor worden er te weinig huizen gebouwd voor mensen die daarom zitten te springen. Dus welk kabinet er ook komt, voorzitter, het moet meer, sneller en beter. Maar ook dit demissionaire kabinet kan zich niet van de plicht ontslaan om al het nodige te doen om de klimaatdoelen en het Urgenda-doel toch te halen. Want waarom zouden we niet nu al maatregelen nemen die nodig zijn? De pleister er in 1 keer af in plaats van de pijn langzaam uit te smeren. Want aan de ideeën en mogelijkheden ligt het niet. We zouden de komende tijd nog een extra kolencentrale kunnen sluiten. Kijken of dat we afvalverbrandingsinstallaties sneller kunnen afschalen. Want hoe langer we wachten, hoe onveiliger het wordt in ons land. En hoe meer belastinggeld we in de toekomst zullen moeten verkwisten aan dwangsommen, dure last-minute ingrepen en onherstelbare schade aan onze natuur en biodiversiteit.
En als je dat allemaal al weet, voorzitter, waarom zou je dan treuzelen? Voorzitter, het roer moet om. We zullen in 2030 60% minder CO2 moeten uitstoten. En we zitten nu op amper 25. We hebben nog maar 8 jaar te gaan. En mensen zelf doen al een deel, maar het gaat nu met name om de industrie en de landbouw. En de overheid heeft daarbij te helpen. En ik ben blij dat groene industriepolitiek nu gemeengoed is in deze Kamer. En daar kunnen we dus ook nu mee aan de slag. En ik wil de plannen en toezeggingen ook het liefst zo snel mogelijk zien van elke grote vervuiler. En de overheid kan daarbij helpen. Voor de grote 30 vervuilers sta ik open voor gesprekken over maatwerk. Maar alleen ook met harde toezeggingen van die bedrijven. Want er bestaan geen gratis lunches voor het grote bedrijfsleven. Ook de landbouw moet versneld de omslag maken naar kringloop. Wat D66 betreft binnen 10 jaar een einde aan de bio-industrie. En dat moet ruimhartig. Want boeren kunnen er niets aan doen dat ze in het hamsterwiel van intensivering terecht zijn gekomen. Onze plannen zijn er niet alleen voor de natuur, maar ook voor de toekomst van boeren. Wij willen dat zij meer verdienen met minder vee. Dat is mogelijk, maar ook noodzakelijk. Want de natuur is wereldwijd in de verdrukking. 3/4 van de insecten is verdwenen. Diersoorten gaan verloren voor volgende generaties. En de voedselketen staat onder druk door opwarming van de aarde, die ook nog eens wordt versneld door het verdwijnen van biodiversiteit. En om hier iets aan te doen wil ik dat Nederland op de grote biodiversiteitsconferentie van de VN in China een koploper is. Daar roep ik de premier toe op. Zodat we afspraken kunnen maken, internationaal, en die op nationaal niveau kunnen uitvoeren. De klimaatambitie kan alleen slagen als het gepaard gaat met een sociale ambitie. Ik had het er net ook over. Wie in een tochtig huis woont met een hoge energierekening, laten we die mensen als eerste helpen. Wie elektrisch wil rijden, moet dat betaalbaar kunnen, ook als je een tweedehands elektrische auto zoekt. En wie het openbaar vervoer wil gebruiken, moet overal snel en schoon naartoe kunnen. En laat ik over deze drastische overgang helder zijn. De klimaat- en natuurcrisis kunnen we alleen nog aanpakken zoals de coronacrisis. Dat wil zeggen zonder omkijken en in het voortdurende besef dat we fouten zullen maken. En dat het soms ook verschrikkelijk duur zal zijn. Maar als we falen is de prijs vele malen hoger dan hetgeen we nu nog makkelijk kunnen opbrengen met onze goed gevulde portemonnee. Als we slagen kunnen we beter leven. Veilig zwemmen, schoner ademen, rijker leven en comfortabeler wonen dan we ooit hebben gedaan. Voorzitter, ik heb gesproken over de 3 grote crisissen. De kansencrisis, de wooncrisis en de klimaat- en natuurcrisis. Maar ik wil ook nog stilstaan bij een compleet ander onderwerp. Begin deze maand bracht de Surinaamse president Santokki een historisch bezoek en ontmoette hij ons parlement in de Ridderzaal. De president sprak indrukwekkend over de relatie tussen Nederland en Suriname. En over de geschiedenis die onze landen delen. En ik citeer: de banden tussen onze landen zijn historisch. We zijn eeuwenlang met elkaar verbonden. Zelfs in een relatie die gekenmerkt moet worden door zwarte bladzijden in onze beider geschiedenis. Einde citaat. Een geschiedenis, voorzitter, waar wij ons nog altijd rekenschap van moeten geven. En in eerdere debatten heb ik aandacht gevraagd voor de manier waarop het slavernijverleden en de koloniale geschiedenis doorwerkt in de hedendaagse samenleving. Hoe slavernij en de koloniale periode patronen van stereotypering, discriminatie en institutioneel racisme hebben doen voortkomen. En die tot op de dag van vandaag leiden tot minder kansen voor veel Nederlanders. En voor mij is het historische bezoek van president Santokki en het rapport van de adviesgroep Slavernijverleden een nieuwe aanleiding om die geschiedenis zo snel mogelijk recht te doen. En daarom doe ik tijdens deze politieke beschouwingen opnieuw een oproep aan alle collega's in deze zaal. Als Nederland zijn excuses aanbiedt voor onze rol in het slavernijverleden, kan het begin zijn van heling van wonden. Het kan de basis zijn voor een toekomst waarin we elkaar lief hebben, elkaar vertrouwen en elkaar sterker maken. Voorzitter, tot slot. Ik heb vandaag in de milieutraditie van mijn partij lang stilgestaan bij wat we kunnen doen om de dreigende klimaat- en natuurramp te voorkomen. En dat is voor mij in letterlijke zin fundamenteel. Bij een gebrek aan kabinetsbeleid om algemeen te beschouwen heb ik de kans aangegrepen om specifiek te zijn. Rijksbouwmeester Floris Alkemade vraagt in zijn essay De toekomst van Nederland: zijn wij sterk genoeg om in onze eigen tijd te leven? Waarmee hij bedoelt,
kunnen we op tijd van richting veranderen? En laten we die vraag in dit parlement beantwoorden. En wat mij betreft kan het alleen maar met één woord, namelijk ja. Dank u wel. Er is een interruptie nog van de heer Asserkan en dan de heer Van der Staaij.